Dames en heren, de Romeinse tijd, 63 na Christus. Ik groet u allen. Breng de beschuldigde naar hier. Gij wordt ervan beschuldigd uw vrouw te hebben geslagen. Victus Uxor, Luxor in de veranda. Breng de vrouw naar hier, Adigitis Mulier. Jupiler en Proximus. Wat is er hier gebeurd? Heel César! Die man doe! Doe moet ik me getrouwen, die van mij! Die heeft mij afgeteurd! Die mij geabumeerd! Vermassacreerd! En voor mijn leven gescandaliseerd! Uw naam? En wat heb jij voor die verdediging aan te voeren? Avi, heil César. Mijn naam dat is Dimitrus Antonius Tigellinus. En ik ben een Romeins staatsburger. En ik ben Agrippina Lolila. En ik ben een van het vrije volk. Kalm, kalm, tranquillium, valium. En ik beschuldig Dedo. Omdat er mij elke dag mijn witsen geeft. Kom, kom, diozepam, benzodiozepam, noramezepam, trezemezepam, zolpidem, temesta. Dimitris Antonius Tigellinus, wat heb je nu aan te brengen voor uw verdediging? Awel, meneer Ave, eigenlijk is César. Ik ga u eigenlijk wel een heel goed rijden ver. Rijden, ho, oh, paternoster, dat lieve de nos in zijn malen. Jo, serieus, het was zo, het ging zo, mevrouw en ik... Agrippina Lolila, hè. Dus we gaan betien, not firm, en we gaan zo langs het kapitool om dood te geraken. En toen kwamen we twee heel kleine mensjes tegen. Toen zei Agrippina Lolila dus, hè, toen tegen, let op, twee heel kleine Pyreneekjes. Pyreneeën? Ja, dat zei ze. Maar ik zei dan, nee, Agrippina Lolila, liefste schatje, wilt zeggen, pygmeeën. Nee, zei ze toen. Pygmeeën, dat zit ze onder haar vel. Daar krijg je sproetels van. Nee, zeg ik, dat is pigment. Nee, pigment, dat moet je opschrijven. Nee, zeg ik, moet dat je opschrijven. Dat is perkament. Man, nee. Perkament, dat is een stuk. Dat is als een dichter al niet begint en het niet afmokt. Dat is een fragment.
Bomania, ik weet het zeker. Ik heb vroeger nog bijles gehad voor mijn grammaire en mijn vocabulaire. Daar een legionair. Oh, het snik, het noem, het semper, het sekel, het sekelorum. Mok toch niet zo van een roeren. Je wilt niet zeggen legionair, je wilt zeggen lector. Dat gaat van de lector. Maar niet een lector, dat is een Griekse naam. Nee, niet als Hector. En dat was een Trojan. Niet Trojan. Dat is een vlakte, man! Oh, dat is een hectaar! Misericordia, mij, misericordia, toe, mama, mezeire, nee. Nee, dat is een golden drank! Een golden drank is nectar! Nee, zeg, Dimitri is Antonius Tigelinus! Ik dacht, hoe gaat tot een duet! Een duet? Ja. Wat is een duel? Een duel! Een duel! Nee, een duet! Een duel! Een duet! Een duet, een duet, een duet! Heilige César, zo ging dat dus. De nieuwe tijd. En toen heb ik er, zo wat als ik kost, er een fitse gegeven. Ja, altijd op dezelfde plaats. Moet je daar zien? Vrijspraak. Voer eraf naar de leeuwen. Leonidas. Oh, nee!